De goede relatie, inclusief de samenwerkingen, was gisteren de rode draad van de toespraak van de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan. Tijdens de receptie in verband met de viering van de 10e Koningsdag in Nederland is 27 april een vrije dag in verband met de jaardag van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Volgens Van der Zwan steunt Nederland het herstelprogramma dat door Suriname is overeengekomen met de IMF. Dames en heren, het verbeteren van de economische situatie door de noodzakelijke hervormingsmaatregelen vergt veel van de Surinaamse samenleving. De recente demonstraties getuigen daarvan. Recht op demonstratie is een groot goed. Het is een fundamentele pijler van de democratische rechtsstaat. De gebeurtenissen van 17 februari en de nasleep daarvan zijn dan ook reden voor waakzaamheid. Nederland staat schouder aan schouder met Suriname als het gaat om het hooghouden van democratische waarden en de rechtsstaat. Dit schept rechten en plichten voor burgers en voor regeringen. President Chandrika Prasad Santokhi reflecteerde in zijn toespraak naar de start van een proces met de door premier Mark Rutte aangeboden excuses aan de nazaten van de slaafgemaakte in december 2022. Ongetwijfeld roept dit proces gevoelens op bij een breed scala van mensen binnen onze samenlevingen en zelfs daarbuiten binnen onze regionale groepen. Daarom is het een proces dat zorgvuldig moet worden beheerd en breed moet worden geraadpleegd. Contacten van mens tot mens, in het bijzonder familierelaties, blijven van belang voor beide partijen, zowel in Suriname als in Nederland. We moeten onze inspanningen verdubbelen om deze contacten van mens tot mens te vergemakkelijken en uiteindelijk alle obstakels wegnemen die een vlot verloop van deze contacten in de weg zouden staan. Voor ambassadeur Van der Zwan is het de laatste viering van Koningsdag in Suriname en maakte president Santokhi van de gelegenheid gebruik om zijn persoonlijke dank uit te spreken voor zijn waardevolle bijdrage als ambassadeur aan Suriname. Deze bijdrage heeft geresulteerd in het bestendigen van de relatie tussen beide landen en samenlevingen, aldus president Santokhi.